Dit is mijn plank met mijn gesigneerde boeken. Ik heb al een paar filmpjes geplaatst waarin ik precies heb laten zien van hoe en waar ik aan mijn gesigneerde boeken ben gekomen. Het is heel veel bij Book the Party, maar ook een aantal gekocht, gesigneerd gekocht in de winkel of in de kringloop. En een paar keer dat bij ons is in de boekhandel in de buurt dat schrijvers kwamen of uit boekenboxen. Voorop hier er staan ook een aantal geurkaarsjes, een aantal beeldjes, boeddha's en mijn Strong Viking bandje lichten. En ja, er zijn een aantal schrijvers waar ik heel blij mee ben, zoals de twee boeken van Karen Slaughter gesigneerd. Was erg leuk om haar te ontmoeten. En wat ik ook heel erg leuk vind, heel bijzonder vind. Ik ben benieuwd wanneer deel 2 uitkomt. Onbegrensd, De Verlorene. Dit is geschreven door een dochter van een collega. Erg leuk boek en zeker een aanrader. Als deel 2 uitkomt, ga ik deel 1 zeker nog een keer lezen. Want ik heb erg genoten van dit boek en ik ben erg benieuwd naar deel 2. Dus ik raad het je zeker aan. Als je wil weten waar ik die vandaan heb. Ik heb hem via haar zelf gekocht. Via haar vader. Maar ik zal, ja... Dus ja, absoluut aanrader. En dat was weer een plankje. Even deze weghalen. Het zijn voornamelijk Nederlandse boeken met een aantal Engelse boeken erbij. Maar de merendeel van de schrijvers wat ik heb ontmoet is Nederlandse. Ik heb de boeken van Marieke Nijkamp heb ik in het Engels gekocht. Maar dat komt omdat dat ook de originele, ja, ze heeft ook in het Engels geschreven. En het leukste find was nog wel een andere boek van Corinne Duivers wat ik vond in de kringloop gesigneerd. Want ik had een van haar boeken al gesigneerd gekocht in de winkel. En toen vond ik die andere in de kringloop en ik wist niet eens dat die gesigneerd was. Daar kwam ik thuis pas achter. Dus ja, dan vind je nog eens leuke aankoopjes in de kringloopwinkel.